35 exposanten die momenteel aanwezig zijn, die laten hier dus hun allermooiste creaties zien die ze de afgelopen jaar gemaakt hebben. Er zijn Russische iconen. De bijzonder de royalties. Ganseieren geschilderd met dieren. En toen heb ik een hele kast op geschilderd. Dat vind ik eigenlijk niet leuk. Dan maak ik hem open. Dus toen ben ik begonnen met de kast open te zagen. Dus ik heb er twee deurtjes in. En een laadje. Kijk, zoals een echte kast. En die heb ik dus met hele lopen bloemen beschilderd. En in het kastje heb ik dus wat linnengoed gelijmd. En wat klompjes gemaakt. En die kunnen dus onderin dat kastje. Alle kleuren die hier op tafel staan, zijn de originele kleuren van het ei, van het hout. Ja, allemaal. En dat kan van zwart naar wit, purperhart, een paarse, gouden regen, helemaal zoals de boom het oplevert, van binnen tot buiten. Samengestelde eieren, uit verschillende houtsoorten. Veel Nederlandse houtsoorten. Ook veel buitenlandse. Buitenlandse met meer kleur. Ja. Maar er staat taxis, er staat berk, er staat beuk, gouden regen. Alle houtsoorten uit Nederland vandaag. Terwijl we een purperhart, een palisanders, diverse houtsoorten uit andere landen weer hebben. En daaruit maken we dus, zoals je hier ziet, allemaal onderzetters voor eieren. Die allemaal weer passen in de maat en de kleur bij het ei.